De boerenrockers van Normaal hebben het startschot gegeven voor de 3 volledig uitverkochte hemelvaartconcerten op de voor de originele bandleden magische grond van het Openluchttheater in Lochem. 49 jaar geleden begon het landelijke succes van de Achterhoekse formatie precies op die plek. We traden daar voor die tijd al wel een beetje op, maar dit was het moment dat mensen in de krant over ons gingen schrijven. Dit is bijzonder. Mensen die maar zo in het dialect zingen en spreken en rocken, weet je wel. Rock'n'roll verbinden met dialect. Hey familie! Sommige van de bezoekers van nu stonden bij dat concert in 1975 ook al te heuken. Ik mocht erbij zijn. Dus dat is wel helemaal uniek geweest. En toen ik realiseerde, toen kreeg ik een beetje een raar gevoel toen ik voor de poort stond. Ik denk, dat is 49 jaar geleden. Waar is die tijd gebleven? Sta je dan toch met een ander gevoel hier dan naar een ander concert van ze? Nee. Het is meer van elke keer, je wilt erbij zijn, want elke keer kan de laatste zijn. Goddewets heuken, kan dat wel zittend? Nou ja, eigenlijk natuurlijk niet. En mijn vrouw zei ook wel belachelijk dat je dat kussentje meeneemt. Maar ja, kijk, weet je, je krijgt toch een zere kont als je heel lang zit. Bijzonder is dat Normaal nu meerdere generaties bindt. Van aanhangers van het allereerste uur tot de jongeren van nu. Ik ben nu al fan sinds 1981. Elk jaar nog altijd geweest en dat proberen we zo te houden natuurlijk. En mijn zoon die gaat met me mee nu. Ik vind het een fantastische plek. Ik ben hier zelf nog nooit geweest ook. En leuk om hier te zijn, zeker. Wie is de grotere fan? Deze sowieso. Ja. Ik ben al 38 jaar kok. En ik heb ook bij de jongens zelf veel thuis gekookt. Was de raarste maaltijd? Nee, het was altijd barbecuen. En zoepen. Timo Kelder zit als drummer sinds 2013 bij de band en maakte de grote doorbraak niet mee. Hij hoort wel genoeg verhalen van Benny Jolink en de andere mannen over het verleden. Ja, nee, daar hoor ik een verhaal, komt regelmatig voorbij. Het is toch een andere titel, hè? Ja. Ja. Wat moet Timo weten wat hier gebeurd is de eerste keer? Ja, of niet? Ik zal u wel mededelen dat het meeste over werd. Er is weinig geheimen voor Timo. Zijn vader is voorzitter van de fanclub. Dus Timo heeft het met paplepel ingegoten gekregen. Hij kent de nummers beter dan wij. De eerste van de 3 optredens zit er inmiddels op. En na die 3 moeten de Normaalfans weer wachten tot de volgende editie. Ondanks dat de eerste al zoveel jaren terug heeft plaatsgevonden, kijken de trouwe fans met tevredenheid terug en verder naar de velen die nog mogen volgen. Ik vind het heel apart zo met die tribunes en ik herinner me het ook nog wel. Ja, er is ook niet zoveel veranderd wat dat betreft. Behalve dat we 49 jaar verder zijn. Maar we gaan nog steeds ervoor. Ja. Dus normaal blijft normaal en zolang Benny nog kan optreden, dan ga ik hem bezoeken. Als je een schatting moest maken naar hoeveel concerten u al geweest bent, kan dat? Nee. Nee, echt niet. Nee, dat is niet meer te tellen. Nee. Meer dan 100? Ja, sowieso. Ja, absoluut. Ja, dat is gewoon, dat blijft er mooi bij zijn. En er is ook niks anders waar ik naartoe wil of ga. Nee, dat is alleen maar normaal. Wat goed om elkaar weer zit, jongens.